Okidoki, welkom in After the Fall. Ik sta hier bij de eerste truck die door de snow gaat, die door de sneeuw rijdt. Arcade games waar de ballen eigenlijk is. Hier is Arizona Sunshine, typische, je kent dat wel, jaren 80. Nou ja, waarschijnlijk ietsje voor. Ik weet het allemaal niet. Sorry. Ik heb hier geen nostalgie aan. Ja, dus dat is het moraal van het verhaal. Het is gewoon Arizona Sunshine. Hier heb je alle stadjes. Skid Row, Quarantine Center, Union Tower, Chinatown en Comms Tower. Dat hier naar links gaat. Dat is het hier. De wapens. Ik zal je straks... ik kan je nu wel even laten tonen. Hier is uw AR. Ik heb er al een nieuwe scope voor. Ik vind die scope echt nice, gast. Dus ja, dat is uw... eigenlijk niet de gewone AR. Dat is een MK-47? Nee, MT-47, zie je dit? Je hebt hier een barrel dus voor. Je kunt hier een sight opzetten, zoals ik al zei. Een ander magazine, een andere grip, een mod, een battery pack. Dus, een critical shot. Dus dat is eigenlijk wanneer je iemand one-shot, ja. Ja, dus gekend zekerst. Een forehand, dat is hier van voor waar dat ook al zo tape op kunt plakken. Of een ander materiaal. Een stok en gewoon accessoires. Gelijk een ammo counter of zo, staat er altijd op. Krijg je gratis. En dan heb je hier nog de kleuren. Je hebt hier altijd barrel. Je hebt echt zeer veel barrels. 3 sides. Komen er waarschijnlijk ooit nog meer. Je hebt een extended magazine en een drum magazine. Je kunt echt bij eigenlijk bijna elk wapen kunnen dat doen. Je hebt alleen bij sommige wapens geen stok of forehand. Maar voor de rest heb je alles. Dus ja. Ik zal even hier een korte demonstratie geven. Dus er zijn een paar wapens die dicht liggen aan de realiteit, maar deze is er een van die echt... ze lijken zeer futuristisch eigenlijk allemaal, ook vooral met deze, maar... sommige zijn realistisch, de andere wat minder, zoals deze, die is wat minder. Voilà, hè. Dat is dus numero uno. Numero dos, dat is hier... de Uzi. Een van mijn favoriete wapens. Dan heb je hier de one-shot pistol, de Arizona Falcon. Favoriete pistol. Kan ik dat hier niet in plaatsen of zo? Nee. Allee dan. Kan ik dat... dat lukt dan wel. Hier is de shotgun. Zo'n ingekorte shotgun eigenlijk. Ja, dat is geen goede long-range weapon. Dan het hier nog de beginpistool. Heb ik ook al redelijk veel attachments voor. Dat is wel... Hallo, mag ik dat gewoon niet na... Moet ik dat gewoon niet vastnemen of zo? Nee, oké, laat maar. Dus hier moet je zo 4 mensen 4 keer mee raken of zo. Dan het hier nog de gewone assault carbine. Heb ik gewoon alleen maar een iron sight voor. Dus dat is wel een beetje minder eigenlijk. Ik ga deze pakken. Ik ga de Arizona Falcon pakken. Altijd in deze in mijn rechterzak steken. Want ik ben sneller met mijn rechterhand als met mijn linker. Maar voor de zekerheid toch nog die one-shot pistol meenemen altijd. Oké, dan gaan we eens even een private match starten voor u te laten zien. Maar de graphics zijn echt mooi. Waarschijnlijk zal dat niet zo heel mooi opgenomen zijn, maar... Dat is echt redelijk mooi eigenlijk. Die Skid Row, de begintown, zal ik even doen. Gewoon een survivor. Nee. Allee, jongen. Ik wil gewoon een eigen server starten, alsjeblieft, jongen. Niet. Normaal gezien wil ik wel samenspelen als zo'n guy dat vraagt, maar...
Niet voor deze video. Ja, die liftmuziekjes. Ooit komt er wel eens een game waar ze dat in gaan hebben. Ook al gaat het waarschijnlijk niet zuiver klinken, omdat je toch dingen moet inladen, maar... Voilà, stij hier. Je zit met AI's nu, omdat die lobby niet... Ja, gevuld is. Ja, dat is omdat ik mijn headset heb gereset. Dat lijkt mijn eerste match, maar alsnog had ik mijn missies wel gecomplete al. Hier zou wel eens zijn. Spant hier nog niet in voor een of andere reden, heb ik al meerdere keren gehad. Hier kun je aan deze automaten, by the way, hier een Pipe Bomb Juice Booster kopen. Device Charger, dat weet ik niet. Ah ja, daar kun je misschien een Juice Booster mee. Alleen platten of zoiets. Ik heb dat nog niet uitgetest, gast. Hier kunnen dan zo floppy disks, die kun je verzamelen, die kun je eraan insteken en dan krijg je een attachment voor een wapen aan het eind van je match. Allee, ja, dan kun je die kopen als je terug thuis bent. Rode knop, echt geweldig. Maar ja, dus gelijk dat ik al zei, dit is de Oculus Quest 2, dit is ietsje minder goede graphics. Alhoewel dat deze echt een van de betere kwaliteitsgames is eigenlijk. Ik vind dat, allee, ja, je ziet wel natuurlijk als zo'n punt daaraan. Het is hier gewoon hoekig als iets, maar... Allee, ja, dat moet je er wel bij nemen voor een... Dat is zo'n headset. Ja. Er is nog één komen, want ik heb al lang... Dus het is ook als zo'n game waar je zo... veel keer moet... herladen. Allee, ja. Waar je zo... meerdere keren mee moet raken eigenlijk. Don't work hard, work smart. Stop met schieten, ik wil die. Ik heb nu wel even veteran gepakt, want ja. Ik speel maar met AI, zeg gast. De snelst schietende Uzi die ik al heb gezien in VR. Ja, het is een goed gedaan, bot. Hier, ik zal eens die pistool equippen. Allee, man, moet ik wel eerst even raak zitten, zie je. One shot, zie je, je schiet er gewoon iemand zijn arm mee af eigenlijk. Oké, ja, dus kijk, je kunt hier, ik kan hier nu twee dozen openen eigenlijk. Die dozen, daar zit ammo in. Dus daar kun je op kloppen of daar kun je op schieten. Je kunt daar op kloppen met je vuist of met je wapen. Zo. Je kunt daar dus ook op schieten. Waarschijnlijk zult je deze niet zien, maar heb je die paarse doos daar gezien aan die paal? Daar heb ik nu op geschoten. Ja, mijn ammo was vol van die andere doos natuurlijk nog, maar... kleine demonstratie dan van hoe het werkt. Ik ga mijn Uzi nemen. Allee. Oké. Oh wow, hier dus. Daar is hij dan bovenaf nog. Oh joh, die ga ik niet aankomen. Dus dit kan wel, als die dicht komen, dan is dat waarschijnlijk wel wat scary, maar nu is dat nog oké eigenlijk. Voilà, natuurlijk even eerst nog hier alle rooms bekijken. Soms komen er nog uit die gaten, also, als je ergens een kamer binnenkomt of zo, maar er is hier nu niets precies.
Hier is, aha, hier stond er dus een nog. Kijk, hier heb ik al een juice booster. Je kunt hier op die locks schieten, ook kapot slaan. Voor hier ammo te krijgen en desnoods nog andere leuke geitjes, gelijk deze pipebomb. Elias, de pipebomb. Wacht, kan ik die elke ergens storen? Ja, kan hier storen, natuurlijk. Daar zit ook nog een pipebomb in mijn gast, dat wist ik niet. Zo, even wat op laten vallen. Ik ga dat hier insteken, gast. Voilà. Dan heb ik mijn pipebomb en hier een juice booster. De juice booster moet je, by the way, in mensen steken en dan schieten en dan healt dat. Dus ja. Beep, 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 beep. Zo, het kan dus zijn dat die volledig van hier komen of zelfs van hier uit de kamer. Nog nooit gezien een gast als een zombie in bikini. Ziet er eigenlijk ook echt niet schoon uit. Komt er hier nog uit? Nee. Oké, ja, gelukkig. Het kan zelfs zijn dat er hier soms al een bos komt. Het is een juggernaut, maar blijkbaar is dat nu niet het geval. De. Voilà, zijn. Dus die pipebomb is weg. Ja. En moet je toch vol, maar ja, maakt niet uit. Hoppakee. Ik wil hier even mijn pistooltje in mijn gast. Met deze pistool waar je mensen mee one-shot. Allee, ja, mensen, je kunt dat eigenlijk geen mensen noemen. Daar, allee, ja, als je dan je shots hit, dan heb je echt een zieke accuratie eigenlijk. Je hoeft ook geen bullets eigenlijk echt te verspillen bijna niet. Dus dat is echt een zeer goed wapen eigenlijk. Maar ja, dat krijg je pas van zo'n bevroren man die zo recht staat. Oké, ja, nu komen er nog normaal mensen. Nee? Nee, geen? Hier is een floppy disk. Dat moet je dus meepakken en aan het eind krijg je dan een. Allee, ja. Of moet ik eigenlijk iemand daarmee healen of zo? Ik weet dat het deze hier geen. Dus ook als er iemand bevroren is, dan kun je ook iemand dat zo healen, hè? Ah, pijbom, dank u. Voilà, zijn. Ik ga wel hier even mijn Uzi voor gebruiken, want normaal is het dan. Zijn er hier buiten nog een paar. En dat is altijd zo fucking scary, hè, guys. Echt waar, ik verschiet mij hier altijd de tering van deze deur. Ja, het jongen, wie heeft die gewekt? Loopt dat niet voor mij, hè, jongen? Allee. Leah, my girl, soon to kill. Of shoot to kill. Dat hoor ik niet echt met de accent. Kom, dank u. Voilà, zij. Dus je moet altijd rondgaan voor altijd nog die oranje stripjes. Zie je? Dat oranje stripje daar? Voor altijd collecten. Daar kun je dus je wapens. Of nieuwe wapens mee kopen of andere wapens daar attachments voor kopen. Snap je? Altijd handig eigenlijk. Serieus, maar één. Meer niet. Oh, soms. Dat spant altijd random, hè? Dat vind ik echt goed aan deze game eigenlijk. Het spant altijd random. Die chests spannen ook altijd random. Kan zijn dat er een paarse chest staat of een groene. Kan altijd. Het kan ook zijn dat je een andere soort tegenkomt. Allee, jongen. Een andere soort van wave tegenkomt. Dus kijk, het kan zijn dat die inderdaad vandaar komen, van hier of van daarop zelfs. Maar van daarop wil je eigenlijk echt totaal niet hebben. Heb ik ook nog maar één keer gehad en dat was op een hoger level.
Zie je daar, gast, echt waar. Daarvoor heb ik even mijn dinges nodig, gast. Alhoewel, kan ik ook dat gebruiken. Voilà, dus als het daar te dichtbij staat, bij dat monster dat al ploft, ja, dan is dat zicht naar de tering, hè. Hier even weer rondgaan, zie je het? Geen strepjes niet meer? Oké, dan niet. Voilà, dan gaan we weer voort, hè. Hier is hij. Het idiootste uit deze game, hè, gast. Face scanners. Je kon je hand ook scannen, hoor, maar nee. Ze moesten echt dat zo, of je zei depri, even je hoofd op een scanner leggen of zo. Of je hoofd tegen de muur slaan. Allee, ja. Hier is hij, voilà. Ze konden ook gewoon zo geen scanner maken die zo, waar je er gewoon voor moet staan of zo. Nee. Hier, kijk, ik kan die floppy disk al erin steken hier. Allee, jongen. Hier. Voilà. Kijk, floppy disk daarin. Voilà. Now survive till the end to claim your reward. Zie je het? Ja. Voilà, hè. Dus dat is alweer klaar. Ik ga hier... ik weet niet wat ik dat nu ga doen, eigenlijk. Dat gebruiken. Zullen er nog zijn? Ik ga dat sparen, jong. Dus ja, je kunt hier altijd Juice Booster nog extra kopen. Je kon daar inderdaad je floppy disk in steken. Nu is die weg, zeker? Ja, ziet het. En nu krijg ik die straks. Kijk. Oké, kom naar hier, maar ga niet naar voren, hè. Ga niet naar voren, hè, alsjeblieft. Ja, inderdaad. Ze gaat toch naar voren. Oké, dat was zeer kleine dinges. Dat wist ik al. Nu moet hier even gewoon naar voren. Oh, mijn... Wacht. Voilà. Dus kijk, altijd wachten eigenlijk hier. Totdat er even zo ver een paar komen eigenlijk, hè. Allee, jong. Wacht er gewoon op. Wacht er dan op. Allee, ja. Dat krijgen ze dat met bot speelt, hè. Daar kunnen we niet mee spreken. Kunnen hier gewoon deze hier op schieten en dat, hè. En dat is juist hetzelfde als die ene zombie die ontploft, hè, gast. Allee, kom dan. Dank u eindelijk. Kom. Ja. Zit het? En nou, daar in die cirkel staat er wel wat aan ploft, gelijk die in Jimmy. Dan krijg je ten eerste en ten tweede, en dan worden we verblind. Maar we moeten dus altijd oppassen, hè. Er zijn er altijd meerdere spawns in dezelfde room. Dus het kan zijn dat die nu daaruit komen, uit die kamer of uit die kamer. Dus altijd oppassen met waar dat eigenlijk ingaat, hè. Ho, ja. Dat gebeurt er dus als je te dicht bij een muur komt. Oké, dank je. Zie je het? Dat was er dus één. Juice booster, lekker, dank je. Kan ik dat storen? Wow, dat leek even op als een guy. Ja, oké, dat was het dus. Je kunt dus ook altijd eigenlijk rondgaan, want er kan hier dus een kaartje liggen, hè, dat belangrijk is. Voor... Zie je het? Zie je het, hè? Hoe wist ik het? Hoe had ik het kunnen voorspellen, gast? Hoe had ik het kunnen voorspellen? Voilà, zij. Dus zo'n kaartjes moeten dus altijd voor bekijken, hè. Daar kun je dus altijd zo'n kamer mee open doen, waarvan dat je extra ammo en specialere wapens van kunt krijgen. En zo hier, daar van onder kunnen ze komen, hè, van boven. Ja, dat dacht ik al. Gebeurt altijd. Schiet dan, hè, gast. Je staat in die deuropening, jongen. Allee, dan kan ik moeilijk even staan schieten, hè. Stond er hier nog? Meestal wel. Nee, zijn die ook al weggegaan? Ja, die zijn ook al weggegaan. Oké, ja, dus het kan overal liggen, hè, dat kaartje. Maar ik heb dat nu ondertussen al. Dat is goed, hoor.
Oké, geen Snowbreed niet meer. Nee, Snowbreed zijn dus eigenlijk een soort van die DNA-punten achter iets, hè. Maar... ja, Snowbreed bedoelen ze ook mee deze gastjes. Oké. Nu moeten we dus naar beneden. Ik ga deze gebruiken, gast. Daar is hier veel beter in. Het is gewoon one-shot. Ik moet tenminste niet headshot doen. Waar is dat? Normaal soms van hier nog en anders van daar. Maar ik ga eerst eens even hierin. Dus kijk, voilà. Allee, jongen. Weer al. Hier, zij. We kunnen dat kaartje erin stoppen. En dan kun je hier binnen gaan. Voilà, ze. Kijk, hier krijg je dus je eerste Uzi. Voor als je dat nog niet kon kopen thuis, krijg je dat nu gewoon. Voilà, ze. En hier krijg je dus ook pipe bombs. Kun je dat er hier ook een ammo chest staat? Nee, het, ja. Nee, hier meestal staat niet. Er ligt gewoon een tafel met meerdere dingen. Ja, allemaal, ja, komen, want deze kan ik niet alleen doen, zien. Oh, wauw. Ik pijs dat er een bos is, gast, want dat muziekje speelt niet gewoon als er niet... als er niets is! What the fuck? Het is nog niet dood, hè, gast. Yes! Nu is hij pas dood, hè, gast. Hier zijn we. Plof! Plof. Allee, jongen. Hier normaal zien ze er ook nog. Hier een floppy disk. Ik zal dat erin steken, want... Oké. Okay. Heb jij iets? Oh, enkel een juice booster. Maar ik heb dat niet nodig, gast, want ik ben beast, gast. Ik word niet gehit. Ik word gewoon niet gehit. Zie je dit? Juice booster. Ik heb dat niet nodig. Oké, okay, hier ook geen Snowbreed niet meer. Nee, ja, dan kunnen we eigenlijk gaan, hè. Naar een volgende safe room en dan zijn we terug buiten. Oh. Waarom kwam dat nu pas? Normaal gezien, als je hier bent, dan komt dat hier al zelfs. Hier, ja. Voilà. Yes, floppy disk. Maar ik kan dat nu nooit. Hier is hij, voilà. Maar hè. Stop er eens mee. Voilà, dank u. Eindelijk, het is terug oké. Maar nu enkel nog. Oh, allee, jongen. Hier, stop dat daar. Dank u. Eindelijk. Voilà. U bent klaar, want niemand op toch iets, want dat zijn AI's. Voilà, ze. Spijt dat ik gewoon hier nog maar een Iris site voor heb. Ik zat hier dus ooit al eens hier in vast, hè, hier achter, hè, achter deze barrier hier. Dan spawnde ik ervan, dan liep ik al zo ervan. En dan ging ik al zo door die muur. Oh, dat is pech, hoofd weg. It's sad, you mad. Hier zijn voilà, zijn. Kijk. Nu komen er zo'n paar boss levels normaal, hè. Oh, maar ik kan dat niet met mijn linkerhand. Ah, voilà. Dank u. Altijd hier gaan staan. Alhoewel, die barrel die kan wel handig verdienen als ze er langs daar komen, maar... wel ja, ik kom meestal van alle kanten, hè.
Nou, die houdt nou wel tegen. Die gaan sowieso niet naar mij, hè. Voilà, en nu zit het moeilijke gedeelte. Nee, je moet volledig tot van daar bovenop schieten, hè, gast. Ah. Maar dat wil niet altijd weggaan. Moeten ze soms daar scheef op mikken. Ik weet niet wat dat is, maar... Dat heeft niet altijd evenveel... Allee, ja, een even grote hitbox eigenlijk, ik zal het zo zeggen. Hier zijn alles, ik zal een keer staan. Dan kan ik tenminste niet in mijn rug geschoten worden, want die gaan toch daarop af. Op hun. Nee, Manina. Allee, echt waar, zo slecht dat die zijn, hè, gast. Oké, volgende. Dit is de laatste wave, normaal gezien. En nu komen er... Wacht, nu kan ik eigenlijk mijn dinges gebruiken, gast. Hier. Voilà, dus nu kan ik mijn pipebom goed gebruiken, eigenlijk. Voor die guys die er nu aankomen. Want nu komt er normaal gezien nog een zo'n juggernaut of zo, een eater. Maar dus ja, normaal gezien is dit nog minder scary. Ah, wauw, dat was het weer. Maar normaal gezien is deze nog minder scary als je met zo van die guys samenspeelt die tenminste deftig kunnen aimen. Zo komen die nog dicht, al ja, nog minder dicht eigenlijk. Hey, mooi stop vol, maar oké. Okay. Ja, dank u. Even nog rondgaan, hoe saai het ook is. Je krijgt er extra, al ja, je kunt er je gun mee upgraden. Kijk, ik schot er nu scheef op, hè, gast. Voilà. Dat is pech, been weg. Oké, ja. Dan heb ik nu nog die pipe bom, hè. Dat was toch van normaal. Zien ze er hier nog een... daar van achter kan er nog wel zo... Nee, dat was het. Je moet nu eigenlijk zorgen dat die bos niet achter u aankomt. Want vanaf dat dat gebeurt, ja, dan zeg je gefokt, hè, gast. Want die kunnen je nu toch niet helpen, die AI's. Vanaf dat jij niets kunt doen. Oké, incoming, zie je het? Ik ben hier toch. Zou je beter al even ammo pakken? Oh ja.
ja, kijk, zie je, dat is het dus wat ik bedoel, hè. Je moet zorgen dat die niet achter u aankomt, hè, gast, want dan zit echt gefokt, hè, gast. Oh. Ja, ik ben gefokt. Wat zei ik u, gast? Oh, wajo. Wajo. Oh, nee. Oh, ik ben echt de klote. Ik zend de tering. Yes! Oh, lekker, het been nog. What the fuck? Lekker! Ja, dat is dus zo één level, hè. Kijk, normaal gezien, ik heb twee floppy disks, dus... je krijgt normaal gezien twee attachments. Oké, ja, geen snowbreed niet meer. Nee, oké, ja. Moet niet uit, dan kunnen we gewoon hierin gaan. Allee. Expected better aim. Voilà, ça. Skid Row. Survivor difficulty. De gemakkelijkste... Zie je, dat is dus alles wat ik heb opgepakt, die oranje dingetjes. Meestal gaat dat van... Meestal is dat ongeveer 12.000. Rond de 12.000. Zie je, 3 floppy disks heb ik gecollect. Allee, ja, waarschijnlijk maar 2 volgens mij zelfs, maar oké. Je krijgt dat automatisch. Zie je, ik heb dat allemaal al, dus dat geeft me nu gewoon 250 per... Allee, ja, attachment die ik al heb. 95.000 damage, 51% accuratie, ja, dat is met die AR en die SMG, hè. 71 headshots, ja, dat is goed. 263 kills, zeer goed. En dan, ja, dan 1800, ja, dat is ook goed, hè. Alles, hè. Terug naar de hub. Dat is het, hè. Je gaat altijd zo binnen in de hub via een... In of andere kamer waar dat eigenlijk zo gezegd je wapens hebt moeten afgeven. Ja, je ziet er dus de ballen van eigenlijk, hè. Kijk ze. Welcome to the line. Elke keer hoort je dat, hè. Dat is echt een beetje kut antwoorden eigenlijk. Ja, dus. Deze was After the Fall. Arne koopt dat. Ilias ook.